Afgelopen jaar is het hartstikke droog geweest. Daar hebben we allemaal last van gehad in de tuin, maar ook de landbouw heeft daar behoorlijk last van gehad. Er waren beperkingen in de hoeveelheid water die kon gebruikt worden om de gewassen te beregenen. En dat heeft duidelijk effect gehad op de opbrengsten. Dit jaar begint eigenlijk ook alweer heel droog. We hebben een droge periode gehad in mei, wat stevige buien gehad, maar niet achter elkaar veel regen. We hebben de gevolgen van de droogte van vorig jaar die nog niet helemaal over zijn en nu hebben we weer een droge periode. En dat zal zijn weerslag kunnen hebben op onze gewassen en in de landbouw. We zien alweer dat de bermen en ook het gras hier aan het vergelen is. Er zit weinig water in de grond en er is te weinig gevallen. En we gaan nu weer een droge periode in de zomer in. Dat de planten en onze gewassen water nodig hebben, dat is duidelijk. Waarom hebben die planten nou zoveel last van droogte? Het water wat in de grond zit, de plant haalt voornamelijk zijn water uit de grond, wordt opgenomen door de wortels van de plant. Wordt gebruikt voor groei, voor fotosynthese en verdampt weer via het blad door de huidmondjes. Als het droog wordt, kunnen de planten minder water opnemen, hebben ze ook minder water voor gebruik. En als er dan veel verdampt, dan op een gegeven moment droogt de plant uit. Als een plant droogte ervaart en er echt last van krijgt, niet genoeg met de wortels kan opnemen, gaan de huidmondjes dicht om het waterverlies te beperken, maar groeit de plant niet meer en zal een boer ook minder opbrengst hebben van zo'n gewas. In Wageningen doen wij onderzoek naar de gevolgen van droogte voor onze planten en onze gewassen. We kijken naar wat kan een plant doen om beter om te gaan met die droge omstandigheden, zodat de opbrengst niet terugloopt. Maar ook wat kunnen we doen met de groeiomstandigheden. Kunnen we het water op bepaalde manieren geven of op bepaalde momenten dat het juist belangrijk is voor de plant. En water sparen door het niet te geven wanneer de plant het niet zo hard nodig heeft. Kunnen we daar metingen aan koppelen, zodat we kunnen zeggen nu heeft de plant het nodig en nu veel minder. Maar ook wat voor mechanismen heeft de plant zelf om die droogte tegen te gaan. We doen dat onderzoek aan de bestaande gewassen, maar we kijken ook, zijn er gewassen, zijn er planten die daar extreem goed in zijn en kunnen we daarvan leren. En hier zie je een veld, een nog vrij jong gewas, quinoa, een gewas wat uit Zuid-Amerika komt, wat erg goed in staat is om te groeien wanneer de omstandigheden extreem worden. Droog, maar ook bijvoorbeeld zoute gronden. Het bijzondere aan quinoa is dat het ook in Nederland kan groeien en ook daar het goed tegen het zout en tegen de droogte kan. Dus mogelijke gewas om ook in Nederland onder droge omstandigheden te groeien op het moment dat andere gewassen echt problemen hebben met de omstandigheden. Wij kunnen opnames maken van de planten die we een droogtebehandeling geven. Dan kunnen we de temperatuur van het blad van die planten meten. En de planten die hun huidmondjes dicht hebben, die zullen warmer zijn dan de plantjes die hun huidmondjes open hebben. En dan kunnen we dus zien, oké, die plant reageert door de huidmondjes nog langer open te houden. En die andere plant, die heeft zijn huidmondjes al dicht en kan dus ook niet meer groeien. Kijken welke planten zijn het beste, waarom zijn ze het beste. En kunnen we die kennis gebruiken om zowel quinoa als andere gewassen beter bestand maken tegen de droge periodes die we in de toekomst gaan krijgen.